Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we natuurlijk Brawl spelen en er is een update gekomen in Brawl Er zijn een paar dingen veranderd. Ik heb het net even gevraagd in de club en mensen hebben antwoord gegeven. Nou, trofee is 50.000 geworden. Nou, eerst was het tot volgens mij 16.000 of zo of 18.000. In ieder geval dat was het heel laag. En nu is het verhoogd tot 50.000. Je kan dus elke keer een megadoos of een grote doos, dan weer een megadoos, dan weer een grote doos. Zo gaat het door. Ik kan het wel even laten zien. Ehm, um, even kijken hoor, tot waar ging het. Ik denk dat het tot 14.000 ging of zo, Of 16.000, maar ja, hier zie je dus een megadoos, dan weer een grote doos, dan weer een megadoos, grote doos. En ze gaat het gewoon eigenlijk de hele tijd, grote doos, megadoos, grote doos, megadoos, tot de 50.000. En ja, dat is voor mij nog niemand die 50.000 tot ongeveer, dat zou wel heel lijp zijn. Verder is er nieuw, een nieuw geluidje, het nieuwe voorscherm natuurlijk, als je het opzet is het een nieuw scherm. En de is terug. Nou, de gevarenzone is dus ook terug. Even kijken. Waar staat het dan? Ja, de gevarenzone is. Oh, ja, dat stond hier ergens. Maar dat is een nieuwe overval. Verder is er ook een nieuwe game mode. Namelijk Superstad. En even kijken. Drie spelers tegen het Mega Monster. Dus je bent met drie spelers. En je moet tegen het Mega Monster. Je moet het Mega Monster volgens mij proberen te killen. En het Mega Monster, die verwoest gewoon alles wat er staat. Zoals die gebouwen hier en zo. Even kijken hoor. Gevecht, moeilijk moeilijk, nog wat dat was zinnig. Je Ik heb meegemonst verslagen in de stad. Redden we staat met twee teamgoten om het meegemonster uit te schakelen. Zolang nog één van je teamgoten nog over is, kun je weer terugkomen en weer aan het gevecht. Als iedereen is verslagen of alle gebouwen vernietigd zijn, is het gevecht voorbij. Oké, okay, dus het gevecht is voorbij wanneer jij, wanneer jij het monster hebt verslagen met je teammates of wanneer het monster alle gebouwen heeft gesloopt. Uh, even kijken wat er verder nog nieuw is. Um, Crow is opnieuw gedesigned. En er zijn natuurlijk skins voor goud. Dus als je gewoon uh, coins hebt, kan je silver de skins kopen en daarna gouden. Even kijken. En ja, er zijn dus ook nieuwe hekjes die je uh, kapot kan schieten. Maar je kan er niet doorlopen. Oh ja, je kan over die hekjes heen schieten. Dat was het. Je kan er overheen schieten, maar je kan er niet, uh, kan er niet uh, langs. Of uh, overheen lopen. Even kijken hoor. Ja, die nieuwe knokken, Search is er nog niet. Die gaat binnenkort komen. Uh, zoals jullie hier dus rechtsboven zien: nieuwe opdrachten over 11 dagen en 18 uur. En dat zou dan betekenen dat dit de laatste opdrachten zijn: de laatste challenges. Dus ik ga deze allemaal vertooien. En ja, dan komen er geen nieuwe challenges meer. En dan ga ik in de volgende video heel veel grote dozen openen. Ik heb er nu 39. En ja, waarschijnlijk gaan we er dan echt. Ik denk dat we er 43 of 44 hebben. Maar ja, dat gaat super leuk worden voor de video natuurlijk. En dat wordt sowieso een nieuw knokker. Maar ik ga nu even potjes in. Ik, uh, even kijken wat ik ga doen. Voor de opdrachten natuurlijk. Win die gevechten in premie. Oké, okay, dat kan ik wel doen. En ik moet drie gevechten met Dynamite winnen. Dus dat ga ik dan maar doen. Ik ga een premie spelen met Dynamite. En Dynamite is denk ik wel een goede knokker voor de premie. Dan kan ik gewoon goed die uh, dynamite uh, staffen en zo neergooien. Dus hier gaan we dan. Ik ben niet met een. Um, ja, ik weet even niet meer die namen. Ik had, wist die namen wel, maar ik ben het heel vergeten. Maar uh, ja, daar maakt niet voor uit. Hier zitten twee mensen. En ja, we staan wel achter, jammer genoeg. En hier zit een boel achter me aan. Oké, okay, dit is wel behalen. Ja, hij gaat me sowieso hebben. Want ik zit hier echt een beetje ingesloten. Ja, oké, okay, hij heeft me gekillt. We staan nu 3-5. We staan nog uh, achter. Maar we zijn iets meer in de buurt gekomen van net. Nou, laat maar zitten. We zijn uh, kaart verslagen. Die boel zit gewoon in een bosje te wachten. Totdat. Uh, ja, dat vind ik wel een beetje jammer dat die boel zo speelt. Oh, dat is ook zo zondig. Heeft hij hem nou gehit? Ja, volgens mij heeft hij hem wel gehit. Oké. Okay. Maar hij gaat er weer vandoor. Dat is ook weer jammer dat hij weer weg moet rennen. Hij was zo stoer net. En dan gaat hij nu gewoon weg. Even kijken hoor. Ja, hij is one hit. Ja, oké, okay, lekker. Iemand anders in mijn team heeft nog gepakt. Maar uh, ja, tenminste hebben we punten. Even kijken. Deze moeten we pakken. Nee, hij gaat net weg. Wat hem zo logisch maakt. Dat is altijd zonde. Even kijken hoor. Oké, okay, hier hitten we weer. Oké, okay, lekker. We hebben iemand nu. Oh, wow. Iemand anders heeft mijn kill gepakt. Maar we komen nu echt goed in de buurt. We gaan hem pakken. Oké, okay, lekker. We staan voor, jongens. We moeten zo door blijven gaan. We zijn aan het winnen nu. Oh, die gasten daar lekker, joh. Oh, wat dom voor mij. Ik verspil hier zo hard mijn super. Ik was zo vergeten dat ik deze moet gooien. Want je hebt, ik heb de laatste heel veel met Tik gespeeld. En dan kon je ook zo'n bom gooien. En die loopt, gewoon naar de, die loopt gewoon naar de tegenstander toe. Maar ik was het even vergeten. Oké, okay, deze moeten we pakken. Weer net niet. Kijk, ze zijn allebei los en dan. Is het niet normaal? Ja, ik ga dit gewoon gooien. Dit moet allebei gepakt Oké, okay, lekker. Ik pak er gewoon twee tegelijk. En we hebben nu 27 uh, punten. Hun hebben de 17. Ja, we gaan dit sowieso winnen. Even kijken, ik heb hier nog een uh, super, die ga ik ook even neergooien. Oké, okay, lekker, die is weer gepakt en we staan 31-17 voor. Um, nou, dat pakken we nog eventjes, op. En dan, oh, je kan trouwens nu wat zeggen. Je kan nu wat zeggen. Ja, dat is het potje, ik dacht al, ik dacht net dat, eigenlijk dat het eigenlijk een glitch was, want ik zag mensen het zeggen. Maar dat kan dus hier rechts, kan je iets zeggen, je kan niet unlimited blijven zeggen, dat het is een tijd die omhoog gaat. Het vecht is trouwens afgelopen, we hebben gewonnen, hartstikke chill. En ja, dit is gewoon hartstikke top. We hebben lekker wat bekertjes erbij, 8 bekertjes erbij. We moeten nu nog 2 gevechten met uh, Dynamite winnen. En nog 9 gevechten in premie. Ja, die 2 gevechten met Dynamite kan ik op zich wel halen. Maar met die 9 gevechten winnen in premie, ja, dat gaan we niet doen in deze video natuurlijk. In deze video hoop ik dus wel met Dynamite nog 2 keer te kunnen winnen. Even kijken. hoor, ja, hier gaan we dan weer. Weer dus een uh, potje premie. En. Dan ben ik met een Frank en een Bo. En ik denk dat Frank ook wel een goede knokker die is. Want die kan mooi gewoon die knokkers van de tegenpartij wegslaan en naar achter slaan. Oké, okay, hier is een Brok. Ja, ik vind Brok zelf. Als ik heel eerlijk ben, Brok vind ik echt niet echt goed of zo. Ik heb hem best wel vaak gebruikt, maar ik kom er bijna niet hoog mee of zo. Ik verlies er ook veel. Maar we gaan echt lekker. We staan 6-1 voor. En ik ga deze gooien. Oké, okay, kom maar, kom maar. Oké, okay, ja, die is dood. Oké, okay, top. Ik had hem heel erg low gemaakt. Mijn teammate maakt het af. En dat vind ik niet erg natuurlijk. Hier pakken we wel iemand. En we gaan deze gooien. Ja, die hebben we ook okay, lekker. We gaan echt heel lekker. 12 tegen 1. En ik word nu gekeeld. 12, 6. We pakken gelijk 5 uh, punten van mij. Omdat ik al zoveel kills had. Maar ja, hier gaan we ze terugpakken natuurlijk. We hebben hier Bam. Die hebben we gepakt. Ik word wel weer daarna gekillt. Maar dat maakt niet uit. Want ik heb zelf ook iemand. We zijn 14, 9. We gingen net wat beter. We zonden net iets van 12, 1. Ja, nu is ze heel erg in de buurt gekomen. Maar we gaan nog steeds goed. We staan nog voor... Hier een boom met een best wel mooie skin. Ja, deze pakken we. Oké, okay, lekker. Hier komt een... Um... Ja, ik ben ook even die naam van deze vergeten, maar uh, dat maakt niet uit. Ik vergeet altijd die naam van de knokkers. Heel veel mensen weten altijd die goede naam. Oké, okay, deze is heel lekker. Oké, okay, ja. We gaan sowieso dood hierdoor, denk ik. Of net niet. Of oh, net niet. Wat een geluk. Maar die is super die op uh, die ene knok groeide, was echt chill, jongens. Want daardoor was hij gewoon dood. Hier zit hij weer achter ons aan. En ja, hij pakt ons dit keer wel. Maar we staan nog wel voor. Het gaat wel... Het gaat er wel... Um... Ja, het gaat een beetje gelijk op. Deze moeten we pakken, die Frank. Of Frank pakken, man dus. Ja, dit is heel balen natuurlijk. Ja, ik word hierdoor gepakt. Maar we staan met één punt voor. En als we nu één iemand van ons pakken... Dan staan we achter met nog twintig seconden te gaan. Dus het liefst heb ik hem natuurlijk eentje. Oké, okay, lekker. Mijn teammate heeft trainen. We staan 29-26 voor. Jongens, even volhouden. We moeten dit niet verliezen op het laatste moment. Oh mijn god. Gaat, gaat iemand dood van ons. Jongens, hou het even vol. Zes seconden. Jongens, oh mijn god, jongen, kom op dan. Dit is echt niet te geloven. Hè? Die bo is zo slecht. Je denkt, die QLS aan Noah. Doe even normaal. We, we krijgen. Wat? Ik. Huh? Oké, okay, ik dacht dat we het verloren, maar blijkbaar niet. Ik ga even kijken, we gaan festloggen. Ehm, um, herhaling. Hoe kan dit nou weer, jongens? Ik dacht toch echt dat we hadden verloren hoor, maar. Uh... Want we stonden ineens achter in de allerlaatste minuten. Kan ik hem nog even. Ja, dan moet ik het helemaal gaan kijken Nou, Dat ga ik wel na de video terugkijken. Of. Uh, ja, ik kijk gewoon in de video zelf. Maar ik dacht echt dat we de Want mijn uh, tegen mijn uh, teamgenoot, werd op het laatste moment gekilled. En toen stonden we ineens met 32 punten voor. En toen dacht ik, ja, het is over. Maar blijkbaar heeft iemand van mijn team. nog op het allerlaatste moment iemand gepakt. Dat ik dus niet heb gezien. En daardoor hebben we dus net gewonnen. Hier gaan we weer. We gaan eventjes een, uh, iets zeggen. En dan moeten we gewoon winnen. We hebben dus nu twee potjes gehad. Twee gedaan. En op dit niveau is dat natuurlijk wel wat lastiger dan normaal gesproken. We zitten nu op uh, in rang 18 of 19. Dus dat is wel wat lastiger. We staan achter. Dus dat is wel wat minder. Maar ja, we zijn pas net begonnen natuurlijk. Hier hebben we al gelijk iemand. En die daar. Oké, okay, die uh, gaat net weg. Ja, die brok. Die uh, gebruik nu even zo super. En we staan 5-9 achter. 5-11. Het gaat niet heel best. Even kijken hoor. Waar zijn ze allemaal? Ja, ze zitten natuurlijk weer te camp in de bosjes. Zoals altijd. Altijd hetzelfde liedje: campers. Oké, okay, deze moeten we pakken. Oké, okay, lekker. Die hebben we. Um, ja, ik weet niet wat ik. gooi dit. En dan zijn in ieder geval veel bos weg. Oh, We hebben hem lekker git hoor. Ja, deze gasten moeten we pakken. Even kijken hoor. Als we hem hebben. Oké, okay, lekker. Dan ga ik weer mijn uh, super gooien. Oké, okay, dat is een beetje verspilling. Maar we staan wel weer voor. Even kijken. Oké, okay, daar komen ze aan. Deze moeten we gewoon gelijk pakken. Oké, okay, ik gooi deze neer. En dat was jammer genoeg geen hit. Maar deze pakken we. Oké, okay, lekker. Oké, okay, hier komt een uh, dinges aan. Camouflagegast. Hier komt El Primo. Oké okay, dan. Ik heb al zes punten. Oké, okay, ik ga heel erg lekker. Zes punten. Oké, okay, deze is heel low. Die uh, dingen, zo heet die? Brok. En deze moeten we nu hitten. Oké, okay, is one hit. En ja, eigenlijk wil ik dit gewoon gooien op hem. En dat is best wel zonde. Hier is ergens ook nog een El Primo. Ja, die moeten we pakken. Ja, We hebben zoveel mensen low, hè? En dan word ik nu gewoon gepakt en we staan gewoon achter. Maar, uh, ja, we kunnen het nog wel terugpakken hoor. We zijn zo lekker bezig. We zijn 31, 31. We moeten even iemand pakken. We hebben zoveel mensen low geschoten. Ja, die Brok die pakken we sowieso. Die Brok is echt het slechtste van hun. Die pakken we de hele tijd. Al oh, 9 seconden te gaan. We staan achter en best wel dik ook gelijk. Um, Oké, okay, weet je wat? Ik gooi dit en dan heb ik hem hopelijk. Nee. Oh, mijn god, het gevecht is afgelopen. Waarom moeten mijn teammates op het allerlaatste moment nou doodgaan? Lekker handig hoor. Min 5 trofee. Ja, als je zo hoog zit. Ik zit natuurlijk niet super hoog, rang 18. Maar alsnog gewoon 5 punten eraf. Na. Ja, gewoon 5 punten eraf. Na 1 potje verliezen. Dat is best wel veel, vind ik. We gaan nu het volgende potje. Een derde, uh, vierde potje. We hebben dus 2 gewonnen en 1 verloren. En hopelijk gaan we deze winnen. Even kijken hoor. Oké, okay, daar gaan dan mensen aankomen Kunnen we ze al hitten? Nee, hij heeft mij wel gehit Oké, okay, hij gaat daarin lopen, denk ik Oké, okay, deze moeten we even pakken Oké, okay, we hebben hem één keer gehit En we staan voor, lekker Mijn teammate heeft iemand En we staan dus 4-1 voor En hier ergens zit. ze Oh ja, kijk hem hier Hij is net gaan healen En hij komt nu terug Ja, deze hebben we ook Die Poco Oh, hij heeft net geheald Oké, okay, deze hebben we sowieso Oh mijn god, pakt hij mij? Hij is echt low En we staan achter En we staan gelijk Even kijken hoor. Oké, okay, dit is wel lekker. We gaan deze gooien. En dat is ook weer zonde. Elke keer gooi ik het neer. En dan net op dat moment verplaatsen ze net buiten dat gebied waar hij hem kan hitten. Hier hitten we heel hard. Even kijken hoor. Ja, dit gaat heel lekker, jongens. Deze gas moeten we pakken. Hij heeft heel veel punten. Oh, ik ben dood. Ik let er niet goed op mijn HP. Maar als we die gas pakken hier. Rechts. Oké. Okay. Nee, mijn team heeft iemand anders. Maar als we deze. Oh ja, kijk hier. Deze, als wij hem pakken, hebben we er heel veel bij. Hij heeft 7 punten. Als wij hem pakken, krijgen we er gewoon 7 bij. Ja, dat moet toch wel lukken, jongens. Oké, okay, dit wordt dan een goede hit. Oké, okay, lekker. Mijn teammate heeft hem. We staan 19. Oké, okay, 19, 18. Oké. Okay, loop je het heen? Lekker, jongen. Oké, okay, die is gewoon weer niet dood, hè. Die Poco is elke keer net op het laatste moment nog live. En wij hebben 8 p. We gaan wel weg. Oh, oké, okay, we worden wel git. Maar die Poco, jongens. We krijgen hem de tijd net niet. We krijgen hem elke keer zo low. En dan. Uh, ja, dan gaat hij gewoon niet dood. Deze kunnen we nu wel pakken. Oké, okay, lekker. Ja, nu ga ik dit gewoon zetten hoor. En dat is ook weer lekker de verspilling, maar we hebben hem nu wel. Even kijken hoor, oké. Okay. We staan 31 uh, voor, tegen 30. En we hebben nog een paar seconden. Ik word wel gekilld, kan ik hem net niet killen met teammate? Oké, okay, lekker. 34, 34. Ik heb mijn super, dus die moet ik nu gewoon goed gebruiken. We staan achter. Oké, okay, dit is top jongens. Oké, okay, lekker. We hebben hem gepakt, we staan voor. We nog 4 seconden te gaan. We staan 39, 36 voor. Oké, okay, lekker jongens. We hebben gewonnen. We hebben drie potjes gewonnen. En we hebben er vier gespeeld. Ik heb er dus met Dynamite gehaald. En um, ja, weer acht beesten erbij. Heel erg lekker. Ik zit nu momenteel trouwens ook op um, 7844. Ik ben gewoon echt hard aan het pushen en zo. Ik was trouwens aan het begin van de video vergeten te uh, zeggen van over mijn club. Mijn club uh, gaat gewoon hartstikke lekker verstaan. Af en toe is het in de top 200. Ik ga er binnenkort nog echt een video over maken van. Uh, Top 200 van Nederland, dat is gewoon natuurlijk een leuke titel en iets leuks om een video over te maken. Verder kan je natuurlijk mij gewoon toevoegen als vriend, gewoon die code blijft hetzelfde. Ik laat het gewoon in elke video zien, zodat iedereen met mij bevriend kan worden, zodat hij een keer mee kan doen in een video. Maar uh, ja, ik doe ook gewoon wel eens solo, zoals nu dus. Um, ja, dit was alweer deze video. We hebben vier potjes gedaan, we hebben er drie gewonnen, één verloren. Best wel goede potjes in premie dus. En we hebben dus ook weer de challenge voltooid met Dynamite. Vergeet niet te liken, vergeet ook niet te abonneren en zet ook dat belletje aan zodat ik jullie een melding krijg wanneer ik een nieuwe video upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.